De blauwe tent op het terrein aan de Kennedylaan achter het station was met Pinksteren het middelpunt voor honderden wagens van zigeuners. Uit het hele land, maar ook van daarbuiten tot uit Frankrijk, kwamen ze voor de viering van het Pinksterfeest. Het hoogtepunt voor deze Pinkstergemeente was de zondagmiddagdienst met doop door onderdompeling, onder groot enthousiasme door de honderden gelovigen meegevierd. Wij dopen in de naam des Vaders, de Zoon en de Heilige Geestes. Amen. Andere enthousiasten waren te vinden bij een popgebeuren dat ook in de open lucht gevierd werd. Het optreden van Elvis Presley-imitator Toon Nieuwenhuizen. Er zijn naar schatting ongeveer 20.000 Elvis-imitators op de wereld. Maar de Eindhovenaar gelooft helemaal in zijn eigen weergave. En het jeugdige publiek komt ook op deze Elvis af. Deze jeugdige scharen bestormt Toon Nieuwenhuizen blijkbaar even vurig als het om handtekeningen gaat. Concours Hippique Eindhoven jubileerde, 35 jaar, en dat zevende lustrum werd eind mei gevierd. Francis Verbeek van Rooij uit Waalre behaalde met Ivar de Grand Prix in de dressuurrubrieken en dat met grote voorsprong. Eén spannen en twee spannen voor tuigpaarden en hackneys. Maar het hoogtepunt vormde de springconcoursen waarin de slotronde van het Nederlands kampioenschap. Titelverdediger Piet Rijmakers werd nu zevende. Johan Heijns op Laramie vierde. Kampioen werd Henk Noren uit Hoeven met Finesse. Noren moest wel traditiegetrouw te water. De 18e september, jaarlijkse herdenking van onze bevrijding in 1944, werd een van de natste dagen van 1981. Op het hoogtepunt van de avondelijke herdenking moest het bevrijdingsvuur dit jaar tegen een wolkbreuk beveiligd worden. Rolhockey voor de Europa Cup 3 in Eindhoven. De Lichtstad wist in de finale tegen het Portugese Sesimbra het beste spel te leveren en uiteindelijk met 2-0 te winnen. De doelpunten werden in de tweede helft gescoord door Peter van Gemert en Theo Habraten. Maar 14 dagen tevoren was in Portugal met 4-1 verloren en dus ging de bokaal uiteindelijk naar Sesimbra. In Valkenswaard werd de laatste finale van het rallycrossjaar 1981 verreden. Piet Dam uit het Zuid-Hollandse Maasdam behaalde het Open Nederlands Rallycross kampioenschap van dit jaar.
Hoeveel kilometer kan men in een zuinigheidsmarathon rijden op 1 liter superbenzine? Dat kan berekend worden na 8 rondjes op een circuit van ruim 1 kilometer. Voorgeschreven gemiddelde 15 kilometer per uur. De tactiek, beurtelings opstarten en dan weer uitgeschakeld verder rijden. De organiserende Eindhovenaren zorgden voor een mooi geschenk bij het vijfde lustrum van de TH, het nationale zuinigheidsrecord. Dat bleek gesteld te zijn op 770,4 kilometer op 1 liter super, uiteraard berekend naar zorgvuldige bepaling van de overgebleven brandstof. De opleiding aan de jubilerende Technische Hogeschool probeert steeds bewuster in te spelen op wat er in ontwikkeling is. Voor de ontvangst van satelliettelevisie worden in Eindhoven onder meer schotelantennes ontwikkeld, waar men beelden van de Russische satelliet Horizon kan ontvangen. 20 minuten к дню советского кино. Выступление председателя Государственного комитета СССР. Men stelt zich ook duidelijk in op maatschappelijke dienstverlening. Daarvoor worden onder meer luchtmonsters genomen en in de chemiewinkel, een van de verschillende wetenschapswinkels die de TH inmiddels rijk is, wordt zo de luchtvervuiling op de meetplaats vastgesteld. TH Eindhoven op weg naar 2000, in de tweede kwart eeuw van haar bestaan. Protesten langs de weg van studenten in een bezet academiegebouw, van etnische minderheden in hun kraakpand, van seksueel anders geaarden. Er was veel zichtbare onvrede in 1981. Maar er werd ook gedemonstreerd voor de vrede. De Vredesmars 1981 voor een kernwapenvrij Europa, georganiseerd door Noorse vrouwen, was in Eindhoven op 18 en 19 juli. De stoet van veel vrouwen en onder meer ook 3 Japanse boeddhisten werd vergezeld door mensen uit stad en omgeving. Eindhoven verwelkomde hen ook bij monden van wethouder Eef Klaasens Postema namens het gemeentebestuur. I'm also very proud that this March of Peace was initiated by women. Ik ben er vooral trots op dat ik hier als vrouw mag toespreken, een meeting, een happening die ontstaan is op initiatief van vrouwen. Doel van de Vredesmars was Parijs om te demonstreren op 6 augustus, de dag van Hiroshima. Cartoonist Tom Smits kreeg in 1964 hiervoor de hoogste bekroning. De Eindhovense schilder overleed kort na een tentoonstelling bij zijn 60ste verjaardag. Wereldbekend cartoonist, maar vooral ook de poëtische schilder. Een schilder van dromen. De dromer van een paradijs. Die zijn levenswerk bekroonde met zijn visie op oorsprong.